Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, landbouwtechnisch project Saramaka dit jaar op volle toeren. Bureau Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof een feit. Ministerie van Defensie brengt efficiëntie in besteding middelen. En LVV organiseert eerste platform voor de waardeketen van cassave. Het landbouwtechnisch project dat Suriname en China in Saramaka uitvoeren, zal volgens planning in juni dit jaar op volle toeren opereren. Dit zegt projectmanager Liu De Jun. Hij voegt er vervolgens aan toe dat het sterk afhangt van het tempo waarmee Suriname de gemaakte afspraken nakomt. De meest belangrijke afspraak heeft betrekking op het aanleggen van de infrastructuur in de omgeving van de bedrijfslocatie de Tijgerkreek in Saramaka. De projectmanager geeft aan dat er niet stil is gezeten sinds de officiële launch van het project vorig jaar november. Het bedrijf is reeds enkele maanden bezig te experimenteren met verschillende gewassen en rassen. Op delen van het beschikbaar gestelde grond zijn onder andere Chinese prei, peper, wintermeloen, Chinese kool, boulanger, snijbonen, mais en soja geplant. De projectmanager zegt dat met mais en soja er reeds met 4 rassen succesvolle experimenten zijn gedaan op de Surinaamse bodem. Ook met de eerder genoemde groentesoorten. Voor dit moment wordt een groot deel van wat geoogst is geschonken aan sociale instellingen. Daarnaast zijn diverse boeren in het district begeleid en geadviseerd. Ook zijn er op diverse momenten trainingen verzorgd aan boeren in Saramaka. Volgens de projectmanager zijn alle activiteiten in nauw overleg met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uitgevoerd. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ, heeft op dinsdag 14 februari 2023 het naambord onthuld van het bureau Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof, FVO, dat gevestigd is aan de Arabistraat te Geiersvliet. Het fonds heeft op grond van artikel 11 van de wet arbeidsbescherming gezin tot taak zorg te dragen voor doorbetaling van loon in verband met de toekenning aan werknemers van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof. Wij spraken Marijke Mangal, die aangesteld is als manager van het fonds. Nou, het fonds is in het leven geroepen omdat er een wet goedgekeurd is in 2019. Helaas is het niet van de grond gekomen door tal van omstandigheden. Het bestuur is vorig jaar geoperationaliseerd en die hebben toen verder invulling gegeven, manager aangetrokken en personeel. Dus nu staat het fonds er. En dan kunnen we starten. Natuurlijk zitten we nog in de kinderschoenen. Er zullen wat haken en ogen zijn. Maar ja, dat heb je overal wanneer je start. Voorlopig zijn we begonnen met de registratieperiode. Ieder actieve werknemer die een AO heeft met een werkgever, dient zich te registreren. En dat gebeurt als volgt. Op de Facebookpage van het ministerie van AWJ, dat staat voor arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken, is er dus een link met het registratieformuliertje. Het is een Excel-sheet. Dat kan worden gedownload en dan kan het worden ingevuld door de werkgever. En die mailt het dan naar ons bureau.
Wij screenen het en doen het in onze administratie. Voorlopig zijn we gestart met de registratieperiode. Daarna komt er een periode dat de aanvragen kunnen alvast kunnen worden gedaan middels een aanvraagformulier die we denk ik deze week ook zullen publiceren. En de afdrachten zullen dan geschieden in de periode tussen registratie en de aanvraag. Dit is een fonds dat dus te maken heeft met zwangeren in het bijzonder, waar er een regeling is getroffen dat ze dus onbezorgd betaald ouderschapsverlof kunnen genieten, zowel voor de moeder als voor de vader. Ik verwijs dan naar de goedgekeurde wet van juni 2019. Daarin staan er een heleboel zaken opgenomen, zoals minimum, maximum aantal weken dat je dus verlof kan opvragen voor de zwanger- en bevallingsverlof. De vader heeft, als ik het goed heb, ook, daarin is het ook opgenomen. En dan, met dit fonds hopen we dan een bijdrage te leveren aan het solidariteitsbeginsel, zoals de minister eerder al aangaf. Dat er ieder dus, gewoon zijn baan kan behouden, ook al ben je moeder. Want dat was eigenlijk de grondslag. Het ministerie van Defensie werkt eraan om zoveel mogelijk efficiënt om te gaan met haar begroting. In dit kader wordt er een bewust beleid van bezuinigen gevoerd op onder meer personeelskosten. Het doel is de uitgaven van het departement in balans te brengen. Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat eigen verantwoordelijkheid in deze zeer belangrijk is. Zij sprak als volgt tijdens een persconferentie op dinsdag 14 februari. Wat we ook willen delen met u is de immigratie. We hebben vorig jaar 574.692 passagiers afgehandeld door de immigratie. 272.000 vertrekkende en 302.688 aankomende passagiers. Er zijn ongeveer 1238 passagiers teruggestuurd vanuit Sanderij. Dat betekent dat ze niet toegelaten zijn door de immigratie, omdat ze kennelijk niet over de juiste documenten beschikten of niet over voldoende middelen van bestaan beschikten. En ze zijn dus niet toegelaten, teruggestuurd. Maar dit is een beetje de cijfers. Wat ik ook wil delen met u, ik heb een heleboel cijfers al gedeeld, eigenlijk tijdens mijn jaarrede. Personeel, op het gebied van personeel hebben we eigenlijk een inhaalslag gemaakt. En we hebben 347 mensen getraind vorig jaar, zowel in Suriname als in het buitenland. Er zijn nu nog opleidingen gaande, officiersopleiding, onderofficiersopleiding. Eind deze maand gaan we twee van die opleidingen afsluiten met certificaatuitreiking. We hebben bijna 882 mensen bevorderd. We hebben 480 mensen voorzien van een vaste aanstelling. We hebben 242 mensen ontslagen. En waarvan 73 oneervol ontslagen. Dus in die groep van 242 zijn het mensen die met pensioen zijn gegaan, mensen die vervroegd met pensioen zijn gegaan en mensen die op eigen verzoek zijn ontslagen, maar mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim. En dat waren er 73 en die hebben we dus echt wegens plichtsverzuim ontslagen. Laat me dit zeggen, dat er een bewust beleid is om te bezuinigen op personeelskosten. Omdat toen we aankwamen, toen we in 2020 ik minister werd, toen zagen we dat 96% van onze begroting besteed werd aan personeelskosten. En 4% bleef over om alles te doen. Voeding, uniformen, brandstof, onderhoud van gebouwen, kantoormeubilair, alles. En dat red je niet.
Dat red je niet, dat is veel te weinig. En toen hebben we gezegd van, kijk, we zijn in een crisis. We kunnen moeilijk verwachten dat de overheid Defensie heel veel geld geeft. Dus we kunnen aan de ene kant vragen, geef me meer. Maar je schiet er niet op. Maar ik denk dat we ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. En die verantwoordelijkheid ligt hem om efficiënter te worden. Met zo min mogelijk kosten de beste resultaten halen. Dat is efficiëntie. En wij hebben gezegd, we kijken naar wat zijn de grootste kostencomponenten op onze begroting. En dat zijn de personeelskosten geweest. En we hebben gezegd, hoe kunnen we dat minimaliseren? Hoe kunnen we daarop bezuinigen? En we zijn begonnen met een bewust beleid te formuleren om zo min mogelijk dispensatie aan 60-plussers. Weinig, alle overeenkomsten, bijna enkele diensten die we hadden, hebben we opgezegd. We hebben ook een bewust beleid gevoerd om zo een verscherpt integriteitsbeleid van mensen die schuldig maken aan plichtsverschuim, onwettige afwezigheid. Daar hebben we paal en perk gesteld. En eigenlijk hebben we in de afgelopen 2,5 jaar iets meer dan 450 mensen uitgestroomd uit de Defensieorganisatie. We hebben ook een stop gezet aan de nieuwe indienstredingen. We hebben echt minimaal mensen in dienst genomen. We hebben meer gewerkt met overplaatsingen van andere ministeries. Eigenlijk hebben we niet meer dan 6 mensen vanaf in die 2,5 jaar in dienst genomen. Afgelopen jaar hebben we maar 2 mensen in dienst genomen. En de rest is overplaatsing vanuit andere ministeries. Dit is een bewuste keuze, is een bewuste strategie. En eigenlijk willen we meer balans op de begroting hebben van Defensie. En dat hebben we kunnen realiseren door, we waren op het punt van 83% personeelskosten en 17% voor onderhoud, voor andere dingen. Die balans is een beetje weer veranderd, omdat we premium SZF hebben toegekend aan onze militairen. En dat betekent extra kosten. En dat heeft ook te maken met personeelskosten. Dus die balans is ongeveer nu 85% voor personeelskosten en 15% voor personeel. Op dinsdag 14 februari 2023 is de eerste workshop van het jaar georganiseerd voor de Steringcomité Cassave Waardeketen Platform op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit om alle actoren binnen de cassave waardeketen te informeren over de plannen die voor het nieuwe jaar zijn uitgezet. Abijay Rahman, vertegenwoordiger van LVV, en Presiri Nicolaas, adviseur Platform Agrarische Ontwikkeling Marowijnen, vertellen meer over deze activiteit. This is one of the most important meetings of the year for the value chain platform of cassava. A year ago, they have established the platform, producers, processors, exporters, business services, government institutions, all together came in this platform, organized with a steering committee, and the steering committee was asked to perform some tasks. They had a plan. They had an annual plan, and they had to see how the different stakeholders will participate in implementing the plan. So for a whole 2022, they were working on that, and they are meeting now to inform to the membership of the platform what has happened, what are the results, how far they move in the implementation of their projects. But not only looking back by learning lessons. What are the things that they can improve in order to be more efficient, more effective, more inclusive, so that the results of the work of the platform are perceived by the farmers in the field, by the processors there in the factories, and so on and so forth. And also to look forward.
We did something in 2022. Was it enough or not? If not enough, what else needs to be done in 2023 to do three things? To consolidate the platform. It's an emerging organization. It's not easy to coordinate with more than 100 members. Second, to have a focus on concrete activities, activities that are gonna help the farmers at a practical level to gain skills, to gain abilities, to participate better in markets, and to strengthen their institutions. De punten die ik heb aangehaald zijn de punten die de farmers, de planters, direct raakt. Die cassavewaardeketen, u weet, vanaf 2021 is het van de grond gekomen door, met ondersteuning van SAMAP. En wij vinden van, er is te veel theoretisch bezig. Men is te veel bezig theoretisch. Het is goed, maar er moet een tweesporig beleid gevoerd worden. De administratieve organisatie moet in place komen, maar tegelijkertijd moet de productie van die cassave teelt ook geleidelijk van de grond komen. Die ondersteuning naar die boeren toe moet ook even gelijk plaatsvinden. Ja, dus dit is namelijk onze eerste workshop van het jaar. En we wilden dan een start maken door iedereen van de Value Chain platform te informeren van wat zijn de plannen voor het jaar. Hoe zijn ze uitgezet? En we wilden ook feedback krijgen van de Value Chain platform van hoe zien zij het nieuwe jaar? Wat zijn de klachten? En natuurlijk dan ook hun reminder van dat hun punten ook meegenomen zijn in die annual work plan. En dat in, laten we zeggen, afgebroken is in kleinere gedeeltes, dat het geheel proces dan helpt. Dus hun problemen dat niet in één keer opgelost worden, maar natuurlijk stap voor stap. Elke stap helpt een beetje dat het voor elke stakeholder in het cassava platform, dat het werk makkelijker wordt, dat al deze problemen dat efficiënter opgelost worden. Kijkers, dit was Focus voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.